Ja, en binnen sporten, dat mag ook weer in de sportschool. Dat gebeurt ook al volop, zoals in Uden. Daar is verslaggever Ilse van Wingerde. Ilse, ruik je het zweet al? Zo en niet zo'n klein beetje ook, Mart. Goedemorgen. Er wordt hier keihard getraind. Op de loopband, op de fiets. Eventjes verderop aan deze kant zijn ze lekker bezig met het trainen van de buikspieren. Vanmorgen om 7 is die open gegaan en de mensen stonden eigenlijk al buiten te wachten voor die tijd. Werden onthaald met applaus door de mensen die hier werken. Want iedereen is blij dat er gewoon weer kan worden gesport. Ja, alle blauwe zweet moet eruit komen nou. Dus maar, ik ben blij dat het weer mag. Jij was de eerste. Ja? Je bent de eerste. Leuk, toch? Met zin in. Hoe had je er naar uitgekeken? Nou, we hebben heel veel buiten gesport met de regeltjes. En dat ging ook goed. Maar ja, je mist toch je bepaalde apparaten wat je normaal binnen doet. Dus het is wel fijn dat we dat nou weer mogen doen. Ja, het is fijn om weer te kunnen sporten binnen. Hoe heb je het gemist? Ja, heel erg. Ik was gewend om 3 keer in de week 's ochtends om 7 uur te gaan sporten. En het is nu alleen maar thuis werken en opletten dat je toch af en toe een keer wat beweging pakt. Maar ja. Ja, hoe lekker is het dat mensen me weer kunnen ontvangen hier? Het is toch geweldig dat ze wel weer kunnen komen. Om 7 uur de deur open en gelijk staan de mensen klaar om hier weer te gaan sporten. Ja, super, super tof. Ja, het kan dus weer, hè. Sinds een half jaar kan er weer lekker worden binnengespoord en mensen maken er gretig gebruik van. Gewoon lekker trainen, lekker de conditie weer opbouwen. En natuurlijk ook voor sommige mensen, ik zal niet zeggen wie hier, de coronakieletjes eraf. We hebben geen excuus meer. Dankjewel, Ilse vanuit Uden.